Ja, dat wat dacht jij? Dat is gelukkig, toch? Dag allemaal, een hele goede nacht. Fijn dat u bij ons bent. We zijn ietsje verlaat dan wat er in de gids stond, maar er was live darts voor ons. Maar fijn dat u lekker bij ons bent blijven kijken. Want we hebben wel een hele bijzondere uitzending voor u vanavond. Denk eens even aan slangen bezweren. Met live slangen ook in de uitzending. En dat ben ik altijd, dat doen ze om mij te pesten hoor, dat weet ik zeker. Over messen lopen. Ugh, ik moet erin denken. Vuurspugen of vuurspuwen, wat u wilt. En op een spijkerbed gaan liggen. Dan heb ik het natuurlijk over mensen die daar hun vak van hebben gemaakt. Want dat is niet iets wat je thuis zomaar even moet gaan oefenen. En waarom zeg ik dat? Omdat we straks ook foto's aan u laten zien hoe het kan eindigen als je dus wel inderdaad naar de bus met spiritus grijpt. En denkt van, dat kan ik uit. Dat moet je dus niet doen. Dus als u vindt dat u wat jonge kinderen heeft opzitten, gaat ze dan maar lekker naar bed sturen. Want dat gaat niet goed komen. Kortom, een spetter. Spetterend vuurspektakel bij ons hier in de Nachtsuite. En of dat nog niet genoeg is, gaan wij ook een spetterend geldfestijn ervan maken. Want, nou, ik zal echt heel eerlijk met je zijn. Klopt dat nou? 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb er maar 5, zie je al. Ik doe er gelijk eentje bij, want ik moet 3000 euro in mijn handen hebben. Dat is 6.500 Nederlandse guldens in de duurste maand van het jaar. Ik heb een nieuwe foto. Hij is net met de koerier is hij binnengebracht. Ik heb hem zelf ook nog niet gezien. Laten we gaan kijken naar het volgende. Kijk eens eventjes mee, want die ziet, oh, een aap. Oké, ik moet zelf eventjes meekijken hoor. Oh, hij is toch niet zo dik? Hij is toch wel dunner? Toch? Wie denkt nu al te zien voor 3000 euro wie dit zou kunnen zijn? Kijk naar het haar. Het is een spiksplinternieuwe foto. Hij is met de koerier net binnengebracht. Ik heb hem nog nooit gezien in mijn hele leven. Ik hoop dat we een winnaar kunnen vinden. Nou, het zou me verbazen als ik over 3 minuten al een winnaar heb. Dat kan bijna niet, omdat je gewoon simpelweg niet kan zien wie dit is. Voor diegene die nu zit te kijken en denkt, ik doe mee. Ik heb de duurste maand van het jaar 2002, dat weet je. Ik heb hier in de jackpot zitten 3000 euro. Dat is 6.500 gulden live en cash in de jackpot. Op 0909-8860 mag jij mee gaan spelen. Als jij vindt dat jij recht hebt op die 3000 euro, bel me dan. Naar deze spiksplinternieuwe foto. Een leuke verrassing, ook voorbij. Kijk mee. Want de vaste kijkers, die kunnen dus, ja, helaas pindakaas is dat dan. Want die weet, haha, normaal deed je van, oh, die foto die ken ik wel, laat ik maar even bellen. Deze foto kan je niet herkennen. Wie of wie zou dit kunnen zijn? Ik zie daar volgens mij een stropdas onder in beeld. En kijk, die neus die klopt helemaal niet, die mond klopt niet. Het haar, dat is degene, wie zoekt er iets in dat haar? Geen hint gegeven, geen winnaar in de studio, maar wel 3000 euro. 3000, zie ik daar nou een bril of is dat een schaduw, jongens? Want ik heb deze foto nog nooit gezien. Is dat een brilletje? Ik zie helemaal niks. Ik wil niet veel zeggen, lieve jury, maar ik zie voorlopig alleen nog een aap. Een aap in een pak. Goed, desalniettemin heb ik hier 3000 euro in de jackpot. Voor degene die bij ons zit te kijken, doe er je voordeel mee. We zijn te laat begonnen, dus één telefoontje zou zomaar jouw geluksnummer kunnen zijn. Of 0909-8860. Ik heb een spiksplinternieuw spel, dus ja, de vaste kijkers vallen dan even lekker buiten de boot. Degene die denkt, ik wil die 3000 euro hebben, kom ze maar ophalen, want ik heb ze liggen hier voor je. En ik kan zeggen, het is een hele dure maand. Maar dat hebben jullie allemaal al gemerkt natuurlijk. Goed, we gaan beginnen met het programma, want wij gaan praten met en over fakirs, noemen ze zichzelf. Het belooft een zeer spectaculaire en mysterieuze uitzending te worden. En om maar eens lekker spetterend te beginnen, staat er volgens mij van alles te gebeuren. Wij hebben namelijk een optreden voor jullie. Ze noemen het een illusieact. Ik zou zeggen, probeer dit thuis absoluut niet zelf. En wat ik daarmee bedoel, dat doen de volgende twee mensen, Ali Ben en M.E. En ze steken spiezen door hun hoofd. Ik
Ja, werkbaar prachtig gedaan. Een applaus daarvoor, dochter en vader, Ali Ben Rama en M.E. U gaat zo direct kennis met ze maken. En nog met veel meer mensen, want er zit ineens met vier aan tafel, want er is ook een slang bijgekomen. Dat ben ik niet, maar dat is een echte slang in dit geval. Ik heb 3000 euro te vergeven op dit moment. Wie wil ze komen ophalen op 0909-8860? De duurste maand van dit jaar. Het is 10:50 geworden. Ik wil heel snel een winnaar hebben, maar ik heb wel een super deluxe nieuw spel. Net bij de koerier binnengebracht. Ik had ook nog geen idee. Kijk maar even mee. Want hij is loei en loei moeilijk. Want ik zie een aap, je ziet een gorilla. Een grote gorilla ook. Een beetje te groot ook voor dat postuur. De neus klopt niet, de mond klopt niet. Maar geloof het of niet, er zit echt een bekende Nederlander achter. Ik heb net eventjes in de ronde gevraagd. Ik hoorde Litouwers. Nou, nee hoor. Nee, daar hoef je niet voor te bellen. Doe dat niet. 0909-8860. Wie denkt dit te zien? Kijk een beetje naar het haar en zie ik daar een stropdas? Of is dat gewoon iets wat in het... Nee, dat is een stropdas, hè? Klein brilletje. Ik zie voor de rest alleen maar een aap het haar, hoor. Ik weet niet hoe het in jullie ligt. Maar als je dat denkt te weten, bel het mij direct door. En weet je wat? Omdat het de duurste maand is, ik gooi er gelijk 500 bovenop in de jackpot. Want ik vind voor zo'n nieuwe foto, dan mogen we daar ook wel extra voor belonen. Dit is 3500 euro. 3500 euro, dat is bijna 8000 gulden. Met één telefoontje kan het zomaar voor jou zijn. Dus bel mij eventjes. Kijk even mee, wie is dit? Oeh, 8000. Piek, kan je zomaar winnen in de jackpot. Oei, oei, oei. Dit is een spiksplinter nieuwe foto die we hier hebben. Net binnengekomen. We waren er niet zeker van of u op tijd zou zijn. Niet bellen voor Litouwers. Je ziet daar een stropdasje onderin. Ik denk een brilletje, maar ik hoor nog steeds geen ja of nee. Ik heb geen aanwijzing gegeven. Ik neem alleen de foto maar even met je door. Alleen het haar zie ik. Is iemand die nu al weet wie dit zou kunnen zijn? Wat ik er wel bij kan zeggen, ja, is niet echt een hint. Het is iemand die vaak in het nieuws is geweest. De laatste periode. Nou, ik zie drie mensen naar me kijken van, wat heb je het over? Nee, niemand ziet het. Concentreer je op het haar. Bel, zet jezelf even in de race, positioneer jezelf en roep dan maar wat. En als dat goed is, ik heb de prijs verhoogd van 3000 naar 3.500 euro in de jackpot op 0909-8860. Ga jij mijn volgende winnaar worden? Een kleine investering met extreem veel resultaat. Bijna 8000 gulden. Kan het één telefoontje voor jou zijn. Ik wens je superveel succes. En wij gaan de mensen aan tafel aan u voorstellen. Want ik zeg in eerste instantie even welkom. Fakiers, jullie gaan vanavond een aantal malen voor ons optreden. We gaan er niet alleen over praten. Jullie gaan echt de meest waanzinnige dingen voor ons laten zien. Ik stel jullie eventjes voor aan mijn rechterhand. Ben Ali Ben Rama. En ik mag Ali of Ben of Rama zeggen. Dus dat wilt. Gaat helemaal goed komen. Zeg maar Ali. Ali. Fantastische act. Hartstikke goed gedaan. Dankjewel. Want jij stak de spiezen dwars door het hoofd van je mooie dochter. Ja. En mee van harte welkom. Fijn dat je er bent. En daar helemaal aan de rechterkant in de tussentijd met haar beste vriend aan tafel. Daar zit Samira met slang. Heeft de slang ook een naam? Hij heet Pietje Pietom. Pietje Pietom? Pietje Pietom. Is dat nou grappig of niet? Nee. Hij heet echt zo? Ja. Oké. Okay. Welkom alle drie, vier. Heel fijn dat jullie er zijn. Ik zei het in de aankondiging al. Doorgaans hullen jullie in mysterie. Waarom is dat nou? Nou, het heeft te maken met dat wat je doet is mysterieus. Hè? En als iedereen zou weten hoe je het doet, is het mysterie voorbij. Dus we houden de mysterie graag in stand. Maar hoort het ook een beetje bij het vakgebied? Dat als, het is een beetje als goochelen, dat als je het vertelt is... Jawel, denk maar aan de goochelaars ontmaskerd. Als je weet hoe het werkt met zo'n kist met een dubbele bodem, denk je, ja, nou, de aardigheid is er vanaf. Alleen de dingen die wij doen, zijn zaken die hebben inderdaad te maken met een mysterie. Omdat het heel ingewikkeld is wat we doen. Ja, heel bijzonder. En mee even naar jou. Ik mag aannemen dat die spiezen niet echt in jouw prachtige hoofd zaten, toch? Jawel. Je mag even kijken, maar... Je mag de gaatjes controleren. Laat ik zeggen, je ziet er goed uit voor iemand die drie spiezen in zijn hoofd heeft gekregen. Even aan jou, wat is het verschil tussen een fakir en een illusionist? Bijvoorbeeld wat Hans Klok doet. Ja, een illusie, dat zegt, het woord zegt het al, hè. Illusionist, dat is een illusie. Ja. Dus je zet wat neer waarvan je eigenlijk weet dat het niet kan. Maar toch ziet het eruit alsof het dus ja, de werkelijkheid is. Ja. En ja, goed, een fakir is dat anders. Wordt wel gebruikt in shows, ook de illusies. Zoals een goochelaar dat doet. Ja. We hebben vakers gewoon veel meer kijken dan een goocheltruc.
Dat en... zijn ook verschillende dingen, hè, pijngrenzen verleggen en dergelijke. En dat heeft niks met een illusie te maken. Ja, want je vader vertelde net dat jullie al 20 jaar samenwerken. Ja, wij treden inderdaad 20 jaar samen op. Ongelooflijk. Ja. Werk wel? Nou, dan moeten jullie wel een enorme goede band hebben samen. Absoluut. Nou, we zeggen in de uitzending ja. Dan ga ik even naar Samira, daar helemaal aan de rechterkant, want jij bent ook vaak hier. Leg mij eens even uit, wat doe jij zoal? Wat ik doe als vaak hier is over glasscherven lopen. Ik heb bij mijn show gewoon 4 lege wijnflessen bij me en een stel hamers. Ik sla de flessen kapot, ga over de scherven lopen en in liggen en in rollen. En ik werk met vuur, vuurspugen, vuurvreten, met fakkels dansen, over mijn armen, over mijn benen. Ja, oké, dat zeg ik er nog even bij, want wij hebben later in de show ook foto's van hoe dat verschrikkelijk mis kan gaan, hè? Ik wil dat even voor u thuis, dat u niet denkt van, goh, wat leuk, dat ga ik straks ook even doen met een busje spiritus. Niet doen, alleen maar kijken, dat is echt heel erg ingewikkeld. Even naar jullie allemaal. Ben, als ik bij jou mag beginnen, waar komt de interesse voor het vakierschap nou vandaan? Nou, het is grappig dat je dat vraagt. Het komt eigenlijk van mijn grootvader vandaan. Mijn grootvader Paulus Koppers stond vroeger op kermissen. Ja. Hij was annonceur. Hij stond mensen binnen te lokken in het rariteitenkabinet. Ja. Hij was goochelaars. Hij was steile wandrijder op zijn motor en dan in de ronde. En ik was het eerste kleinkind. En ik hing aan zijn lippen als hij verhalen vertelde van wat hij dus allemaal deed. En dat trok me zo aan. En toen heeft hij mij wat goocheltrucjes geleerd. En dat is inderdaad van vader en dat is het begin op dochter gegaan. En mijn overgrootvader was boeienkoning. Dus die stond op kermissen met kettingen en sloten. Net zoals Houdini. En die gooiden ze dan in het water in een kist. En dan kwam die er weer helemaal los van de boeien weer nou, uit. Geen alledaags beroep natuurlijk. Nee. En als u wilt weten waarom fakiers op spijkerbedden liggen, blijf dan zeer zeker kijken. Want ook dat krijg je te zien bij ons vandaag. En we gaan, nou niet we, er wordt vuur gespuwd. En er wordt nog veel meer gedaan. Dus blijf zeer zeker bij ons. Want eerst wil ik graag een kandidaat hebben voor die 3.500 euro in de tussentijd. Want ik begon er met 3. Ik heb er nu al 500 bij gedaan, omdat ik dacht van jongens, die foto is nieuw. Die is met een koerier binnengebracht. Het kan niet zijn dat ik nu al een winnaar heb. 0909-8860. Dat is het nummer wat je moet bellen als je wilt winnen. Winnen is 8.500 gulden. 8.000, zo rond de 8.000 piek. Nou ja, give or take a few. Voor een spiksplinternieuw moeilijk spel. Want deze foto heb je nog nooit gezien. Kijk maar eens even mee. Ik heb nog geen aanwijzing gegeven. Ik hoop dat je eruit gaat komen op dit moment. Het enige wat ik zei is, ja, je ziet een stropdas daaronder in. Maar ja, elke Nederlander heeft tegenwoordig een stropdas om. En het haar, let daar eventjes op. En het enige wat ik ja, als losse opmerking er even doorheen gooi is, hij is vaak in het nieuws geweest de laatste tijd. Een bepaalde hoek. En dat komt omdat hij iets nieuws is gaan doen. Maar niet het nieuws of zo, hoor. Dus niet een nieuwslezer of zo. Niet Lee Towers, bel daar niet voor. Hoe heet deze man? Zijn naam zou zomaar garant kunnen staan voor 8.000 Nederlandse guldens. Weet je wat? Ik verhoog de prijs gelijk. Hij is moeilijk. Ik ga gelijk naar 4.000 euro. 4.000 euro, dat is bijna 9.000 gulden in de jackpot op 0909-8860. Degene die nu zit te kijken. Degene die nu zit te kijken en denkt, jij bent degene waar ik die 9000 piek bij kan behalen. Bel me nu. En dan is mijn vraag, als jij diegene bent die zegt, ik kan 9000 piek gebruiken, dan moet ik jou hebben. Wie is deze man? Het haar zou je kunnen zien. En luister naar deze aanwijzing. De man die ik zoek is veel in het nieuws de laatste tijd, omdat hij iets nieuws is gaan doen. En het heeft niets met het nieuws te maken, om het nog even ingewikkeld te maken. Ja, het is ook echt iets dat je denkt van, hoe krijgt hij het in zijn hoofd? Dat zou je nooit bij deze persoon hebben verwacht. Nog nooit. Ik wil heel snel een winnaar. Ik begon met 3000, ik maakte er 35 van. Ik heb nu 4000 euro voor een spiksplinternieuwe foto. Je moet wel bijna een wizard zijn om dit te zien. Ik kijk jou aan. Ben jij degene die mij gaat wel op 0909-880 en met die 9000 piek er vandoor gaat? Je bent van harte welkom. Ik heb ze hier liggen. De duurste maand, 2002, decembermaand. De euro's liggen je zak uit. Het heeft allemaal, ik kan wel heel lang en kort over kletsen, maar het blijft hetzelfde. 9000 euro. Jongens, pak die telefoon. Kleine investering kan een groot resultaat
gaat opleveren. Heel veel succes. En ik zeg nog wel even bij dat de lijn die nu weg is, gewoon open blijft staan. Dus wie weet is dit wel het moment om te bellen. Succes. We praten verder met Ali Benrama, Emme en Samira. Want ik wil het even met jullie hebben over de geschiedenis van de fakirs. Dat is toch het meervoud, hè? Ja, ja. Helemaal correct. Bij fakirs, Ali, denk ik meteen aan 1001 nachten. Weet je, dat image en zo. Is dat terecht? Nou, ik denk het niet. 1001 nachten zijn de verhalen van Sherazade. Die om een nacht langer te leven verhalen aan de sultan ging vertellen. Mm-hmm. Die dus heel spannend waren. Onder andere verhalen van mensen op vliegende tapijten. Juist. Veroveringen en zo. En het werkelijke leven van een fakir ziet hij net uit als 1001 nacht. Maar hoe komt zo'n vliegend tapijt dan ineens in dat verhaal? Dat is oorspronkelijk afkomstig van hekserij. Ja, dus in Europa hebben we heksen die vliegen op bezemstelen. Ja. En dat deden ze in de Oosterse landen niet, maar maakten ze wel prachtige Persische tapijten. En iemand heeft ooit bedacht van, dan kan je dus ook op vliegen. Ja. En dan komt het verhaal van Aladdin vandaan. Want hij zegt Aladdin met zijn lampje. Ja, zo'n lampje en een geest en de zweven, vrijheid van geest. En ja. Waar komen fakirs eigenlijk vandaan? Nou, dat is inderdaad merendeel uit het Midden-Oosten, het Verre Oosten, India. Daar is inderdaad de oorsprong. Dus zover inderdaad is het deze kant opgekomen. En dat is al duizenden jaren oud. Gaat dat nog terug in de tijd voor Christus? Ja, zeker. En wat deden die fakirs toen dan? Nou, als je toen kijkt, inderdaad, we hadden het net over spijkerbed liet je al vallen. Dus dat was in die tijd al dat daar op spijkerbedden gelegen werd. Kon dat? Glas werd, inderdaad, toen hadden ze nog geen glas. Ja. Scherpe stenen werden daarvoor gebruikt. We hadden het over slangen. Slangen bezweren werd in die tijd, hè, met een fluit. Wat we nog ook in de sprookjes naar voren zien komen uit de korf. Het bezweren van dieren, want de fakirs hadden krachten. Ja, want Samir, jij zit hier inderdaad ook met een slang om je nek. Wat betekent dat nou? Wat heeft dat nou met een fakir te maken? Nou, met het fakir waarschijnlijk niet zoveel. Alleen de overeenkomst is geen angst of je angst overwinnen. Ik denk dat er overeenkomst is tussen een fakir en een slangenbezweerster. Ja, want jij bent een buikdanseres, jij gebruikt de slang in jouw act. Ja, dat klopt. En bezweer jij de Pietje Python dan ook? Of, Nou, het bezweren is eigenlijk meer wat je thuis doet, denk ik. Als je een jonge slang koopt en die traint om rustig te zijn tijdens een show. Want wat is dit voor... Dit is een Python? Dit is een Python, ja. Maar is dat een wurgslang of is dat een gezellige slang? Ja. Of, een Python is een wurgslang, dat klopt. Ja. En waarom wurgt die je dan? Ja, misschien een domme vraag, maar waarom wurgt die je dan nu niet? Een wurgslang betekent dat hij zijn prooi wurgt. Dat doet hij wel. Hij krijgt levend voer bij mij en dat wordt gewurgd. Maar hij ziet mij niet als een prooi. Hoe ziet hij jou dan? Ja, als een bazin, denk ik. Serieus? Ja. Maar hij heeft wel het eten gehad voordat hij kwam? Ja. Okay, ja, dat vind ik. Risico. Nee, dat vind ik wel even belangrijk om te weten. Want je zei het al, Samir, even als laatste vraag. Je bent buikdanseres. Waar komt dat vandaan? Nou, ook Nederlandse fakir is uit het Midden-Oosten. En waarschijnlijk uit van de oorsprong uit Egypte. Want men heeft rotstekeningen gevonden van 2000 jaar voor Christus. Van danseressen bij een barende vrouw. En ook bij een feest, bij een geboortefeest. Dus waarschijnlijk is als een soort vruchtbaarheidsritueel begonnen. Ja, hij gaat naar je oor. Dat hoofd gaat naar je oor. Ik zit echt helemaal... Oh, mijn hemel. En dit is oké voor jou? Ja, zeker. Ja. Nou, is het oké voor jou? U weet niet wat hier gebeurt, want onder de tafel zitten namelijk 6 voetjes van iedereen. En elke keer denk ik van, die slang die zit op de tafel. Oeh, dat vind ik zo eng. Ugh. Goed, desalniettemin, we praten direct even verder over waarzeggen. Want dat heeft ook alles te maken met fakirschap. U ziet het natuurlijk vaak op kermissen, hè, waarbij je naar binnen kan lopen en iemand je binnen 3 minuten voor 15 euro vertelt hoe je toekomst eruit komt te zien. Ik weet niet of dat klopt, maar onze Samira heeft haar tarotkaarten meegenomen. En die kan daar het een en ander over vertellen. Want de doodskaart, is dat nou echt dat je doodgaat? Dat weten we niet. Maar komen we zo direct wel aan de weet. Maar eerst, bij mij kan je echt alleen maar leuk geld verdienen
op een 0909-8860. Ik ben blij dat ik terug ben. Ik kom net uit New York vandaan. En ik was bijna, mijn vlucht die had ik bijna gemist. Maar ik ben blij dat ik er ben om jullie dit geld weer te geven. Dit is alweer 4000 euro. 4000 euro. Heb ik hier voor de gelukkige winnaar met een super moeilijk spel. Want niet ik was bijna alleen te laat uit New York. Maar ook de courier was bijna te laat met dit nieuwe spel. Kijk mee. Je hebt hem nog nooit gezien, want we hebben een paar brieven gehad van ja, jullie laten altijd dezelfde foto zien. Nou, hier, je wens wordt gelijk beantwoord. Een totaal nieuwe foto. Je ziet een aap, zeker een gorilla. Zie ik daar een bril in beeld, een stropdas. Het is natuurlijk helemaal uit zijn verband getrokken. Jongens, dat begrijpen jullie. Dat haar klopt ook niet helemaal. En de aanwijzing hierbij is, ik zoek iemand die de laatste tijd heel veel in het nieuws is geweest. Omdat hij iets nieuws is gaan doen. Ja, dan hoor je twee keer nieuws, denk je, is het een nieuwslezer of zo. Nee, het is geen nieuwslezer. Weet je wat, we gaan helemaal een feestje vieren. Ik heb hier 4000 euro op dit moment in mijn handen. Dat is 9000 piek. Ik doe er voor de mazzelaar direct 1000 euro bij. Ja, ik vind dit helemaal geweldig, hè? 5000 euro in de jackpot. Dat is 11.000 gulden. Dat zou je met één telefoontje dus zo kunnen winnen. Dus degene die nu naar mij zit te kijken op 0909-8860... kan dus weglopen met die 11.000 gulden. Zet die foto nog eens een keer voor. Die super moeilijke foto. Want het zou zomaar kunnen zijn dat ik binnen een aantal minuten al een winnaar moet hebben. Wie pakt de telefoon en wie geeft mij het juiste antwoord hier live in de studio? Het is niet Lee Town. Dit is geen nieuwslezer, want ik zei net tegen je, ja, hij is veel in het nieuws geweest, omdat hij iets nieuws is gaan doen. Maar ja, dat zegt niet veel, het is dus geen nieuwslezer. Stropdas, ja, overhemd weet ik niet zeker, is dat kooltrui, zie ik ook niet helemaal. Die schouders zijn te breed, maar dat haar, ja, elke man heeft zijn haar tegenwoordig of zo. Nou, ik heb het eventjes tijdens de act bekeken en ik hoorde alleen maar Lee Towers. Absoluut niet. Ik heb op dit moment geen 3000 euro meer voor je, maar 5000 euro voor jou daar aan de andere kant in de jackpot live hier bij ons in de studio. We zijn te laat begonnen, ik heb nog steeds geen winnaar. Wie denkt te zien wie dit is? Ik zie het niet eens. Ik weet wie het is, maar ik zie het niet. 0909-8860. De lijn blijft openstaan. Ik heb hier in mijn hand 11.000 euro. Nederlandse guldens. Heel veel succes en ik hoop je zo direct... Zie je, het valt nu al zo, dat is waar zeggen. Het valt zo over de tafel heen. Het gaat eruit, ik voel het aan mijn water. Jongens, kom het maar ophalen. Heel veel succes, want wij gaan verder praten over het waar zeggen. Ali, Ben, wat hebben vakiers dan met dat soort magie en waar zeggen te maken? Nou, als je kijkt wat M.E. vertelde uit de vroege tijden in het Midden-Oosten... vakiers waren mensen die bijzondere krachten hadden. Dat droegen ze ook uit. Mensen geloofden dat ook. En als je dus mysterieuze krachten hebt, dan kun je waarschijnlijk ook in de toekomst zien. Dus in alle vroege tijden deden ze ook aan toekomstvoorspellingen. En dat deden ze niet met kaarten, maar bijvoorbeeld met stenen, runestenen. Zijn er ook zo'n voorbeeld van. Hè, maar is dat dan iets wat je aan kan leren? Of is dat een talent ermee? Ja, dat is inderdaad ook het mysterie daaromheen, denk ik, bij de vakiers in die tijd. Hè, dat, goed dat de mensen hebben dat nodig. Blijkbaar ook. Maar kun je het leren? Ik denk dat dat wel te leren is. Als je die interesse hebt en van jezelf uit. Want het is goed dat in deze tijd inderdaad... dat mensen niet echt van hun binnenste uit leven en denken en voelen en doen. Dat het toch meer de buitenkant is. En ik denk dat dat iedereen op zich wel iets in zich heeft... waardoor die meer kan voelen dan hij denkt dat hij kan voelen. Dat innerlijke stemmetje, ja. Wat zegt van het voelt niet goed. Precies, maar daar wordt tegenwoordig heel weinig naar geluisterd. Terwijl denk ik, als je dieper naar jezelf gaat kijken... dan wat je van binnen voelt, dat je dan veel meer kan dan je denkt. Samira, jij bent waarzegster. Er ligt het ook een en ander aan tarotkaarten voor je. Kun jij even uitleggen hoe dat werkt, de tarotkaarten? Ja, het is een spel van 78 kaarten. Alle kaarten hebben een soort, hebben een plaatje. Ja. Dus elke kaart heeft een betekenis. Ja. Als je een kaart legt in een bepaalde legging, bijvoorbeeld het Keltisch kruis, dan heeft ook elke plek nog weer een betekenis. Okay. Dus die twee betekenissen moet je aan elkaar verbinden. Ja. Je kunt de kaarten in twee gedeeltes verdelen. De grote arcana. Arcana betekent geheim, dus er zijn grote geheimen. En de kleine arcana. En de kleine arcana kan je weer in vier gedeeltes verdelen. Een serie kaarten met staven. Ja. Staven, je ziet het is een stok die ontbot.
Dat heeft te maken met ja, energie, met daden, met actie, met dingen doen. En dan heb je staven 1, staven 2, staven 3 tot 10. Maar kan je werkelijk waar alles vragen ook aan de tarotkaarten? Of beperkt het zich tot van win ik de lotto of zo? Nee, je kunt alles vragen. Alleen de betekenis is... De kaart heeft een bepaalde betekenis. Je kan, dat betekent de kaart duiden. Maar dan moet je daarnaast de kaart interpreteren. Okay, en, ja, en wat is nou bijvoorbeeld een hele slechte kaart? Dat je denkt, die wil ik niet hebben? Ja, de hele slechte kaart is deze eigenlijk. De 9 van zwaarden. Ja. Zwaarden heeft alles te maken met wat in je hoofd gebeurt. Dus... Ja, misschien dat je hem even andersom kunt houden naar camera 1. Of dat camera recht voor jou. Deze? Die, dat is een, ik zie een meneer huilen in zijn bed. Ja. Ja, dat zie ik hoor. Ja. Kijk eens aan. Dat klopt wel. Zwaarden heeft alles te maken met je hoofd. Dus denken of piekeren. In dit geval zorgen. Dit is echt slapeloze nachten van de zorgen. Dat kun je en dan weet zien. Ik ook dat de dood altijd in het kaartspel zit. Als je die nou trekt, ga je dan dood? Nee, dit is de dood. Het ziet er een beetje onheilspellend uit, maar dat is het eigenlijk niet. Want de dood is een hele positieve kaart. Dat betekent niet dat jij doodgaat, maar een einde van een periode. Een natuurlijk verwacht einde en een nieuw begin. Dus afscheid... Van het leven? Nee, van iets. Van iets in je leven? Van iets in je leven. Oh, okay. Ligt eraan waar je de kaart voor legt. Dus iets houdt op en iets nieuws begint. Nou, duidelijk. Dus als mensen de dood, want hij zit in het spel, hoef je niet te denken van ik ga nu dood. Nee, niemand gaat dood. Ik val ter plekke dood iets neer. Iets gaat eigenlijk dood. Iets verdwijnt. Ja, het en stopt. En een nieuw begin. Ja. Moet heel duidelijk uitleggen. Op een natuurlijke wijze. Dus niet plotseling. Dankjewel voor je uitleg over de tarotkaarten. Ja, vaak hier, daar moet je dus niet zo heel erg veel over praten. Het is natuurlijk een kwestie van zien. Je gaat straks bij ons beleven een slangendans. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Maar nu eerst, want ik heb het geld hier op tafel liggen. Ja, Ben, je zit lekker naar dat geld te blinken. Ik mag er alleen maar naar kijken. Je mag er alleen maar naar kijken, want ik moet het namelijk weggeven aan de mensen thuis. Ik mag weg gaan geven in de jackpot €5.000. Ik heb ze hier in mijn handen. En wie komt ze ophalen in de duurste maand van het jaar 2002, de maand december? Happy holidays, zou ik maar zeggen, op 0909-8860. Wie weet wie dit is. Kijk eens mee. Ik denk, als hij zelf zit te kijken, dan schrikt hij zich helemaal te pletten. Want hij heeft zichzelf nog nooit in dit spelletje gezien. Ha! Een spiksplinternieuwe foto. Hij is net binnengebracht. We waren even bang dat hij te laat zou zijn. Dus ik hoop dat we een winnaar kunnen vinden. Ik zie daar een neus die niet klopt, een mond die niet klopt, oren die niet klopt. Het gezicht wat te breed is, de schouders. Niets klopt. Behalve wat wel klopt. Het haar en een stropdas. En trust me, er zit echt een bekende Nederlandse man achter. Jouw prijs zou zomaar kunnen zijn, weet je, ik dacht 5.000. Joh, ik kom uit New York, een dure stad. Ik maak er €6.000 van. En dit hoor je echt goed. Maar ik ben nu al bijna het einde van mijn Latijn. €6.000 kan jij verdienen op 0909-8860. Wie weet het de laatste keer, wie weet het maar nooit, hè? Kijk, beter deze foto. Want de man die ik namelijk zoek is ontzettend in het nieuws, omdat hij iets nieuws is gaan doen. En dat heeft nou weer niks te maken met het nieuws. Ja, lullig, hè, zo'n aanwijzing. Bij zo'n spiksplinternieuwe foto nog nooit eerder gezien op tv bij de nachtsuite. Ja, en ik zei het net al, je ziet hem vaak omdat hij iets nieuws is gaan doen. Maar je zou toch helemaal niet bij hem verwachten dat je denkt, dat je dat bent gaan doen? Hoe kom je daar nou bij? Mij maakt het niet uit. Ik heb de prijs verhoogd. Ik begon met 3, maar ik zie al dat dit allemaal veel te moeilijk is. Dit is gewoon veel te moeilijk. Klaar, daar zijn we heel duidelijk in. Als je... roep maar wat. Weet je, roep dan maar wat. Op 0909-8860. Ik heb hier €6.000 in mijn handen die je zomaar op kunt komen halen bij ons in de jackpot. Dat is meer dan 12.000 gulden. In de duurste maand van 2002. Ik wens je heel erg veel succes, want wij gaan zo direct kijken naar een mysterieuze slangendans. Want hoe voelt het nou als je de hoofd of het hoofd van een slang in je mond duwt? Ik moet erin aan denken, maar Samira gaat het straks toch echt helemaal live hier doen. Blijf zeker bij ons. En ik zie je zo direct aan de andere kant van de commercial break. En vergeet die 12.000 gulden niet. Tot zo. Wil jij seksverhalen ontvangen op je gsm? SMS seks naar 3434.
Lesbi, hetero, amateurs. SMS seks naar 3434. SMS Sexbox. Lekke seks-sms'en met z'n tienen tegelijk. Ontmoet de spannendste meiden via de Sexbox. De enige echte erotische sms-livechat. SMS Sex naar 6767. Avonturen komen naar je toe als je een sms stuurt met de tekst seks naar 4646. Hete meiden worden jouw dagelijkse sms-vriendin. SMS Sex naar 4646. Hete seksverhalen ontvangen per sms? Kies zelf welk opwindend verhaal je wilt ontvangen. SMS seks naar 6363. Seks naar 6363. En ik hou je dagelijks op de hoogte van de heetste en beste sekstips. SMS Sexbox. Lekke seks-sms'en met z'n tienen tegelijk. Ontmoet de spannendste meiden via de Sexbox. De enige echte erotische sms-livechat. SMS seks naar 6767. Avonturen komen naar je toe als je een sms stuurt met de tekst seks naar 4646. Hete meiden worden jouw dagelijkse sms-vriendin. SMS seks naar 4646. Het blijft toch altijd weer een knap staaltje vakwerk. Zo'n lange tunnel onder het water door of onder de grond. Neem bijvoorbeeld de bouw van de Westerschelde-tunnel of de Benelux-tunnel. Wat komt er allemaal bij kijken? Ik wist zelf ook niet dat er zoveel techniek achter zat en dat je continu in de gaten wordt gehouden voor de veiligheid. En dat er zoveel ook techniek in zit in zo'n tunnel voor de veiligheid. Nederland onderweg, morgenavond om 7:30. Welkom, fijn dat u weer terug bent bij de Nachtsuite. Want we gaan u zo direct laten zien hoe onze Samira op het, ja, het optreedpodium met een slang in haar mond gaat. En waarom vakiers op spijkerbedden liggen. U heeft het allemaal te goed van ons. En ik hoop niet dat de studio afbrandt, maar we gaan ook nog vuur spuwen. Dus ik hoop, hebben we brandblussers? Ja, hè? Oké. Nou, dat hoop ik toch wel. Goed, eerst terug naar het spel. Want ik wil een winnaar hebben en wel zo snel mogelijk op 0909-8860. Razendsnel. De lijn is per gesprek. Ik zeg het er nog maar even bij, want ik word nog steeds aangesproken op straat. Van ja, dat duurt dan minutenlang en zo. Nee. 10 seconden kort is de lijn voor een prijs van, hoeveel duizend was het nu al? 6000 euro heb ik in mijn handen. Ik begon er met 3. We komen er niet uit, hè? Ha, kijk mee. Wie is dit? Hij is spiksplinternieuw, deze foto. We hebben nog steeds niemand geselecteerd. Iedereen kan meedoen. Wie denkt te herkennen wie dit is? Maar hij is ontzettend moeilijk. En mag ik zeggen, rete moeilijk. Echt heel erg moeilijk. Kijk naar het haar. Wie weet zegt dat iets. Ja, het is een beetje het haar van een nieuwslezer. Want als ik dan vertel, de man die ik zoek is in het nieuws omdat hij iets nieuws is gaan doen, dan denk je aan een nieuwslezer. En die zoek ik nou net weer niet. Wie is deze man? Ik heb 6000 euro hier in de jackpot. Het is 10-1 geworden in de tussentijd. En nog steeds niemand geselecteerd. Wie wil deze 6000 euro winnen? Jij. Jij daar aan de andere kant, als je wakker bent, pak dan nu je telefoon. Want als een ander het niet doet, pak jij deze prijs van 6000 euro. Als jij nu zit te kijken, kan jij zomaar mijn winnaar worden binnen een paar seconden. Want de lijn is namelijk maar 10 seconden kort voor 6000 euro. Ik begon met 3000 euro, maar we komen er niet uit. Ik heb 3 mensen aan tafel zitten die zelfs niet eens weten wie het is. Zet de foto nog eens een keer voor op 0909-8860. Ben je van harte welkom. Spik, splinter, nieuwe foto. Net binnengebracht met de koerier. We waren bang. Die foto komt niet op tijd, hoor. Die foto komt niet op tijd. Ik heb geen aanwijzing gegeven. Helemaal niets. Het enige wat ik tot nu toe heb gezegd is, de man die ik zoek is iets nieuws gaan doen. En daarom is hij veel in het nieuws. Dus dan denk je aan een nieuwslezer. Totaal zou je dit bij hem niet verwachten. Kijk naar het haar. Kijk naar de stropdas. Focus op die foto. Knijp met je ogen. Laat iedereen door je hoofd schieten. En als jij denkt, ik heb een naam, nu valt het geld op de grond. Het gaat eruit, jongens. Ik voel het. Het gaat eruit. Ik heb hier namelijk 6000 euro voor je. Dank je wel, Ben. Die grijpt ze van de grond af. Het geld ligt echt op straat.
Ja, het geld ligt op straat. 6.000 euro is meer dan 12.000 gulden op 0909-8860. Heel veel succes. De lijn blijft openstaan. Of je het weet, het is nogmaals een spelletje. Maar wel een duur spelletje voor 12.000 gulden. Goed, Adi Ben, waarom liggen vaakjes op spijkerbedden? Niet omdat ze het lekker vinden, maar om te laten zien aan het publiek dat de geest de baas is van het lichaam. Oké. Ja. Dat houdt in dat je een soort van pijngrens moet verleggen of zo? Ja. Of in concentratie moet zijn? Normaal, als je dus op scherpe voorwaarden ligt, doet dat pijn. Ja. En je leert dus door middel van een yoga-techniek, ademhaling, concentratie en een vorm van trance, dat je pijngrens te verleggen. Maar is dat op spijkerbedden liggen nou het ergste wat je kan overkomen? Of zijn er nog engere, extremere dingen? Over hete kolen lopen. Ja. Wat mijn collega Samire doet, met je blote voeten over glasscherven lopen. Allemaal dingen die dus dateren uit het Verre Oosten, waarbij fakies lieten zien dat ze meer konden dan gewone mensen en hele gevaarlijke dingen konden doen. En daar dus onbeschadigd uit de voorschijn kwamen. Maar heb ik ook gehoord dat je bijvoorbeeld pinnen door je wang kan steken. Dat kan allemaal. Of je laten optakelen. Ja, aan vleeshaken, aan je rug bijvoorbeeld. Serieus? Ja. En dat doe jij toch niet, nee, hè? Nee, mag ik hopen, die mee? Niet, want jij gaat straks over messen lopen hier live in de uitzending. Ja. Ik zal niet vragen hoe heb je het geleerd, maar hoe verleg je dan je pijngrens? Ja, dat is, wat ik altijd een voorbeeld geef, want dat krijg je vaker, die vraag van hoe doe je dat? Het is een heel simpel voorbeeld. Als jij bijvoorbeeld een splinter in je vinger hebt, kan jij op zich heel rustig met een naald die splinter eruit halen. Ja. Terwijl als iemand anders jou met een naald in je vinger prikt, dan zal je dat wel degelijk voelen. Ja. Omdat jij dus heel geconcentreerd bezig bent met een bepaalde pijn die je zelf toebrengt, dat is onbewust dat je daar dus mee bezig bent, kan je dat dus ook gebruiken in grotere dingen. Dat je dus inderdaad zo bewust bezig bent dat jij dus pijn gaat voelen, dat je zo concentreert op iets anders, waardoor die pijngrens dus echt verlegd wordt en je dus tot meer dingen in staat bent dan normaal. Het is mentaal. Ja, het is absoluut mentaal. Maar het is wel wat jij gaat doen straks over messen lopen. Dat moet je thuis natuurlijk niet doen. Dat moet je absoluut thuis niet doen. Want dan gaat hij wel dwars door je voet heen. Dat zou heel goed kunnen als je je niet goed concentreert. Want het is gewoon een heel serieus vakgebied. Nou is natuurlijk een bekend voorbeeld dat Emil Ratenband is daar een soort meester in geweest. Die loopt over kolen. Is dat nou een trucje of is dat ook je pijngrens verleggen? Dat heeft wel met pijngrens verleggen te maken, maar ik denk dat Adi Ben daar inderdaad een hele mooie uitleg bij. Ja. Dus in het Verre Oosten heb je sectes. Die lopen regelmatig over gloeiende kolen. Dat doen ze dus heel lang. En de baan waarin ze lopen is ook heel ver. En als je dus kijkt wat Emiel dan doet, die heeft een korte vuurbaan. Mensen worden gezegd van dat ze zelfvertrouwen kunnen krijgen als ze er overheen lopen. En wat je ziet, is dat dus de mensen in een heel kort tijdsbestek met enorme stappen door de kolen heen lopen. Ja. En het is onderzocht, op het moment dat je maar heel kort iets heets aanraakt, dan verbrand je niet. Dus als je dat om en om en om en om en om doet en aan het eind op nat gras afkoelt met je voeten of in een bakje water, dan beschadig je je voeten niet. Nee, wat Samir, ik weet van jou dat jij een vuurshow, moet ik dat noemen. Een vuurshow hebt. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Dat is dansen met fakkels. En ook vuur spugen, ook vuur vreten. Maar inderdaad ook met het vuur over je armen gaan of over je been gaan. Ja. En dat is in wezen hetzelfde principe. Je legt die fakkel niet stil op je arm, maar je beweegt erover. En ik kan de fakkel ook heel lang op mijn tong houden. Maar goed, tot een bepaald moment, die pijngrens kun je steeds weer verder verleggen. Wat is trouwens het meest extreme wat je doet? Ja, wat voor mij is het niet extreem. Maar ik denk dat mensen vinden dat je over glasscherven loopt en erover op licht. En ik kan helemaal rollen over die glasscherven. Ik denk dat mensen dat het meest extreemste vinden. Maar is dat ook iets wat je aan kan leren of is dat een mysterie? Ik denk dat iedereen het aan kan leren, maar je moet het willen. Je moet het durven, je moet het lef hebben, je moet het gewoon durven doen. Ik denk dat het is. Nou ga jij zo direct voor ons optreden. Dus we gaan afscheid nemen van jou. Maar waar kunnen mensen jou vinden? Dat vind ik toch wel even belangrijk om te weten. Als ze naar een show van jou willen gaan kijken. Twee dingen. Ik heb een eigen website. Ja. Het is www.samira.nl. Ja. En Samira met IE. Ja. Of mijn telefoonnummer is 050-526-1465. Dat is toch hopelijk niet je privénummer, hè? Ja, ook. Och, hemel.
Ja. Dat moet je nooit doen hoor, live uitzending. Nou echt, jouw antwoordapparaat staat voor vanavond hoor. Goed, maar het is www.samira.nl. Jij gaat zo direct voor ons optreden. Ik zou zeggen, loop alvast even naar de optredenset, want dan kan jij je alvast gaan concentreren. Want het is niet iets wat je zomaar doet natuurlijk. Dankjewel Samira voor je komst naar de studio. Want straks maken wij kennis met Frans. En Frans weet werkelijk waar alles van het fakirschap. Dus blijft u lekker bij ons en die Frans, nou, dat is met er eentje. Op 09098860 heb ik jou nog eventjes nodig. Ik kijk jou daar aan de andere kant, want begon ik er met 3000, dan heb ik er nu in de tussentijd al... hoeveel had ik er nou? 1, 2, 3, 4, 6000. Ik dacht, ik heb al 6000 euro. Meer dan 13.000 piek in de jackpot op 09098860. Kijk mee. Een spiksplinternieuw spel. Ik heb nog niemand geselecteerd die hier live in de show het antwoord mag komen geven. De man die ik zoek is op dit moment veel in het nieuws omdat hij iets nieuws is gaan doen. Ga niet bellen voor Lee Towers, want die is het niet. Die doet niks nieuws meer op dit moment. Maar het is iets wat je ook totaal niet verwacht bij hem. Dat je denkt, huh? Hoe kan dat nou? Het is volgens mij, zie ik daar een stropdas onderin. En aan de bovenkant, dat haar is volgens mij het enige wat dan nog een beetje herkenbaar zou zijn. Weet je, ik vind het een beetje een raar bedrag. Ik doe er nog, dat is 20. Ik doe er 500 euro bovenop. Hè. Dit is een briefje, zie je dat goed? 500 euro, zelfs van 100 euro hebben ze niet terug. Dit is keer 5. Dit is 6.500 euro. Laat de foto nogmaals zien. Wie zou dit kunnen zijn? Een man met een stropdas. Geloof het of niet, er zit echt een bekende Nederlander achter deze gorilla. Deze grote aap. Ja, misschien betekent het wat, dat weet ik niet. Hij is veel in het nieuws omdat hij iets nieuws is gaan doen. Maar het is weer geen nieuwslezer. Het is ook niet Lee Towers. Ik heb nog steeds niemand geselecteerd hier in de uitzending. Wie is er wakker rond de klok van ene? En wie vertelt mij het juiste antwoord voor 6.500 euro in de jackpot? Dat hoor jij goed. Het is meer dan 14.000 gulden die zo op jouw bankrekening kan worden bijgeschreven. Op 1 uur 's nachts. En bel ook niet voor Harry Mens, want die is het ook niet. Dat hoor ik ook even. Oh nee, Harry Mens is het ook niet. 6.500 euro. Ik wens je heel veel succes. En de lijnen blijven openstaan. Ik wacht op jou, want er is nog niemand geselecteerd. Nou, zij staat er inmiddels helemaal klaar voor. Mag ik een heel warm applaus, en gaat u er thuis van genieten, van Samira de Slangenbezweerster. Hartelijk applaus voor Samira. Je moet het maar durven. De hoofd of een kop, ik weet niet wat de slang heeft, maar zo in je... Een kop? Ja.
Oké, een kop in je mond te steken.